met het verzinnen van verhalen, hè. Dus daar zit ik, ik moet elke week 3 verhalen verzinnen. En dat kan ik natuurlijk niet. Ik moet de werkelijkheid erbij hebben. En heel vaak als ik een verhaal hoor, zoals nu, en ik denk, oh, en dat is dan uit de werkelijkheid, dan denk ik, dat had ik niet kunnen verzinnen. Zo zie je maar weer wat ik een probleem heb. Het soort problemen wat ik ook heb, die hebben de meeste van u niet, denk ik. U heeft weer andere problemen, ja. Een grote tafel in een Amsterdams café. Iemand vertelt een grap. Een meisje maakt kennis met een oudere heer. Hij vraagt of ze een keertje samen zullen gaan eten. Ze stemt toe. Hij vraagt, en zullen we elkaar dan ook tutoyeren? Ze vertelt haar moeder van de afspraak en vraagt wat tutoyeren betekent. Die antwoordt, ik weet het niet, maar ik zou in ieder geval schoon ondergoed aandoen. Ken je Handyman? Die winkel waar je huishoudelijke apparaten kunt kopen? Op de middelbare school heb ik verteld dat je je bij Handyman in Bussum voor 5 gulden kunt laten aftrekken in het magazijn. Vandaar het logo met die 2 handjes. Het codewoord was, ik wil naar het magazijn. Op een gegeven moment ging het gerucht rond en is er in de Handyman een briefje opgehangen. Er is geen magazijn. Omdat die gozer achter de kassa helemaal gek werd van oversekste 14-jarige jongetjes. Dit is dus echt gebeurd. Einde citaat. Dat laatste zinnetje maakt het zo ingewikkeld. Dat kan ook gelogen zijn. Maar het logo met die 2 handjes blijft prachtig.